Het is zondag met Lubach. We beginnen met een probleem. We krijgen Marokko niet te pakken. Marokko gooit de deur dicht voor overleg met Nederland. Staatssecretaris Broekers-Knol is niet welkom om te praten over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nou ja zeg, we zijn niet eens welkom. Wat is dit? Dit is Nieuwsuur. Ja, nee, dat snap ik, ja. Maar waarom willen de Marokkanen niet met ons praten? Want wij zitten met allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers die Marokko niet wil terugnemen. Nou, degene die ze daarop moet aanspreken is dus staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol. En die zou verhaal gaan halen bij de Marokkaanse minister van Asielzaken. Hoe ging dat bezoek? Dat bezoek heeft niet plaatsgevonden, want ik kan als toerist naar Marokko. Maar het probleem is, ik krijg de belangrijke minister die ik nodig heb, die krijg ik niet te spreken. En dat is even lastig. Ja, ze heeft het nog wel geprobeerd als toerist en ze heeft ook echt wel mensen gesproken. Maar het probleem is dat mannetje van die snorkelcursus, die gaat helemaal niet over de migratie. Wat dat betreft is er nog echt wel een derde wereldland. Maar goed, als je die minister niet te spreken krijgt, dan probeer je het een trapje lager. De Marokkaanse ambassadeur in Den Haag. Is het gelukt om met hem een afspraak te maken? Ik heb een afspraak met de Marokkaanse ambassadeur. Om precies te zijn op 5 december 's middags om 3:30. Ja, ik kan u ook zeggen dat 5 december 's middags om 3:30 mij ook niet heel erg gunstig uitkwam. Maar ik dacht van ja, luister eens, ijzers mede als het heet is, we gaan. Ja. 5 december kwam haar niet heel goed uit, maar ja, dan doet basisschool De Hoekstenen maar een jaartje zonder heavy metal Piet. Hoe dan ook, bingo, ze heeft een afspraak met de Marokkaanse ambassadeur. Hoe ging dat gesprek? Hier zou het gesprek vandaag plaats moeten vinden met de Marokkaanse ambassadeur, maar het werd kort van tevoren afgezegd. Dus de Marokkaanse minister wilde niet en de ambassadeur zegt af. Ankie Broekers-Knol die slaagde keer op keer niet in om een Marokkaan te spreken. Hierna probeerde ze nog een bakkie te drinken met Hakim Ziyech, maar die moest voetballen tegen Valencia. Ze heeft nog rondgezworven door Amsterdam-West, maar toen was net het middaggebed. Is ze naar de Jumbo gegaan, couscous op. Oh, het zit daar ook niet mee. Ze wordt dus keihard genegeerd door Marokko en de Tweede Kamer wilde deze week met Broekers-Knol in debat over deze afgang. PvdA-Kamerlid Atje Kuiken die ging even volledig HAVO4 op de minister. Hoe gênant is dit? Hoe gênant is dit? Hierna riep Kees van der Staaij nog awkward. En Gert-Jan Segers, oh shit, oh, oh shit. Amen. Wat zei hij? Had Broekers-Knol dan helemaal geen goed nieuws te melden over haar buitenlandse contacten? Jawel. Ik heb inmiddels wel met Algerije een gesprek en ook met Tunesië. Algerije en Tunesië? Ankie, heb je het nieuws niet gezien? Tientallen Nederlanders krijgen telefoontjes van oplichters uit Algerije en Tunesië. Nee! Ah! Nee! Arme Ankie. Hoi, klik hier. Ja, iedereen weet hoe dit werkt. Dat toch? Ik kan maar beter meteen to the point komen. Ik moet een heel verhaal ophangen. Iedereen weet gewoon hoe dit werkt. Klik ergens, ja toch? Moet jij nog iets uit de keuken trouwens?